Ik ben Judith de Vries. Ik werk met porselein. Porselein is eigenlijk een kleisoort, een hele fijne en zuivere kleisoort. We noemen het ook wel het witte goud. En ik kleur die klei in met kleurpigmenten en dan bouw ik er vormen van. Zo krijg ik dus verschillende kleuren klei. En ontdekte ik allerlei dingen dat je ze kon opstapelen en doorsnijden en dat je daardoor hele leuke effecten weer kon krijgen. Het combineren van die verschillende kleuren klei en daarmee patronen maken, dat heet de nerikomi techniek. En dat is een techniek die in Japan eigenlijk al heel lang bestaat. Allemaal kleurtjes blauw en paars. Ik heb het natuurlijk redelijk in de hand na 40 jaar, maar soms ontstaan er ook dingen waarvan je denkt van oh, dit lijkt wel dit of dat. Weet je, dan krijg je op die manier, lijkt het alsof je een stukje van de natuur gaat ontdekken. En ja, het blijft gewoon boeiend wat je allemaal kan doen met vorm en kleur en het materiaal. En ik kan er zoveel kanten mee op. Ik voelde eigenlijk daar toch het meeste vrijheid in. Zo'n blok wat ik heb samengesteld van verschillende patronen. Het maken van die patronen, dat vind ik zelf ook altijd een hele boeiende bezigheid en ik probeer altijd die patronen een eenheid te laten worden met de vorm. Het bakken gebeurt in een elektrische keramiekoven. Dan verandert eigenlijk de klei pas in porselein. Ik glazuur alleen de binnenkanten, want ik vind dat vaak mooi het contrast tussen binnen en buiten. Porselein dat krimpt ongeveer 20% na de hoge stook. Met het ontwerpen doet dat verder niet zoveel. Porselein komt natuurlijk van oorsprong uit China. Het is hierheen gekomen door de VOC en Marco Polo, die heeft dat als ontdekkingsreiziger ooit ontdekt. En ze hebben echt eeuwen erover gedaan voordat ze dat in Europa konden maken. En nu is het wel grappig. Nu gaat mijn porselein ook weer naar China om geëxposeerd te worden.